krijg meldingen van dat je iemand aan je voertuig probeert te trekken. Auw. Jezus Christus, van een half geluidje. Vliegtuigcrash. Hier is een ongelukje gebeurd. Ze vragen mijn assistentie. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varmor. En vandaag ga ik kapot met deze unmarked motor, gemaakt door je boy Jesly van Heumods. Shout out naar hem natuurlijk. Of die gereleased wordt, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat je in ieder geval, als je erop wilt rijden, dat je dan de RPR kunt joinen. De roleplay reality. Moet je natuurlijk wel wat verder zijn in je rangen, zeg maar. Dus je moet de motorspecialisatie hebben en dan nog unmarked specialisatie. Dus dat wel. In ieder geval, dit is hem. Blauw. En stop. Ja, is niet te zien, maar als je... Ja, het is hoe je kijkt. Kijk, nu zie je politie stop en nu zie je politie volgen. Als je zo kijkt, niet. Maar goed, maakt niks uit. Laten we de straat op gaan. Bijzonderheden. Ja, het is vandaag 4000 graden of zo buiten. Het is namelijk zondag 2 juni. Is het 2 juni? Ja, nee, wacht, weet ik niet eigenlijk. Is het 2 juni? Ik geloof het, ja, 2 juni. Dus de airco heb ik al uitgezet. De airco gaf net aan tot de 30 graden op mijn kamers. Maar goed, je boy Jesly zei van ja, je kunt echt niet maken om die airco aan te laten. Dan hoor je dat, dat is lelijk. Ik heb wel de ventilator aangezet om mij enigszins nog wat af te koelen. Maar goed, dus zonder airco, 30 graden op de kamer, gaan we deze opname starten. En ja, natuurlijk hebben we een unmarked pakje. Ik heb een vuurwapen met holster, wel gewoon een portofoon. En wat patronen en een portofoon. In ieder geval om wel nog... Code 1 lijkt me een prio 3. Omdat code 3, dus 3, is prio 1. Code 2 is dan prio 2. Maar code 1, dat lijkt me dan dus prio 3. Alleen prio 3 naar iemand die net wegrijdt nadat iemand heeft ontvoerd. Lijkt me dan ook wel niet. Dus code 1 is misschien ook wel super snel. Maar goed. We hebben het busje in zicht. Er zit iemand achterin. Stop voorstel aan. Als we dadelijk de persoon staan hebben gehouden, dan wil ik in ieder geval extra eenheden deze kant op hebben. De vraag is, heb ik die optie? Nee. Dat script had ik altijd. Maar is nu weg. Nou, eenheden zijn er snel genoeg als het nodig is. Goedendag. Ik wil graag een identiteitskaart zien. Oké, John. Die gaan we zo even natrekken. Ja. Hij zegt, waar ga je heen? Ik ga naar huis, agent, zegt hij. Wie zit er achterin? Iemand die een lift nodig heeft? Nou, dan ga ik zo meteen eens even kijken. Ze zit met de hand op terug. Ik vind het een beetje raar. We krijgen meldingen van dat je iemand aan je voertuig probeert te trekken. Klopt dat? Hij zegt van niet. Maar in ieder geval even uitstappen. Ik vind het een raar verhaal. Ik wil je handen zien. Geen rare dingen doen. Maar omdraaien. Omdraaien. Sorry. Goed. Ik ben aangehouden. Ik ga je boeien omdoen. Oké. Mevrouw, blijf even... Blijf even staan. Ja, het transportje deze kant op. Ik ga nog even snel fouilleren. Ja, een vuurwapen bij, een mes. Had hij nou twee vingers bij zich? Ik heb twee vingers gevonden. Ik denk dat hij twee gewonde vingers had, zeg maar. Oké, luister. Ik ga je meenemen even op de stoep. In ieder geval voor je busje zetten. Wel even van de weg af. Dat hij veilig staat. Even maar even staan.
Ah ja, dat ding nog. Nou, niks mis mee om daarmee getransporteerd te worden, lijkt me. Oh, neem maar mee. Goedendag mevrouw, Wim, politie. Handboeien zijn afgedaan. Hé hey, mevrouw, gaat alles goed? Dankjewel again, ik ben oké. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Ik was aan het lopen en opeens trok hij me zijn busje in. Oké, ga door. Hij deed mijn handboeien om en... deed mijn handen vastbinden. En deed me achterin zijn busje stoppen. Oké, bedankt voor je statement, verklaring. Kan ik nog iets doen om je te helpen? Ik wil alleen naar huis, agent. Kun je me een taxi regelen? Ja, dat kan ik zeker. Numpad 0 voor een taxi. Goeiedag, Wim, politie. Hoi, taxi, dit is kant op. Dankjewel, joejoe. Taxi komt dit kant op. We wachten we nog even op. Busje gaat mee voor sporenonderzoek en zo. Ook al hebben we een hele mooie verklaring, lijkt me. Getuigen, die moeten zich even melden. Mevrouw zegt zelf wat er is gebeurd. Dus dan wordt dat hopelijk een mooi onderzoek. Al een succesvol onderzoek. Busje meegenomen. Taxi stond net nog hier. Nou, dat hoeft niet. Oh, hij crasht. Nou goed. Oké. Wij gaan door. Near downtown Vinewood. Nee, dat gaat niet lukken. Ik dacht even snel door het steegje te gaan. Maar dat was geen steegje. We hebben iemand die onder invloed rijdt. Gaat er echter al vandoor. Bij het zien van blijkbaar al collega's of zo. Ja, handig. Dank je. Oeh, cool blue busje. Achtervolging cool blue busje, meldkamer. Ja, de route die op de kaart in beeld komt. Ik weet niet wat het is. Of ja, ik weet wel wat het is. Het is de route naar die vrouw van net. Maar ja, daar hoef ik in ieder geval niet heen. Dus ik weet niet waarom die route er staat. Dus zou je graag eenheid is bij. Ik sta natuurlijk met mijn motor. Maak wat ruimte. Rijdt u alstublieft prio 1. 12:05, ik ben onderweg. Oh, hij heeft een bivakmuts op, hè. Ik geloof dat hij dat busje heeft gestolen. Hij wil ondertussen snel kenteken checken als dat kan. In ieder geval er ook gestolen staat. Ik ga het volgende kenteken. Hij rampvoertuigen, rampvoertuigen. Ja. Rijd door Volvo, rijd door Volvo. Uitstappen. Au. Oeh. Aan de kant, wat de fuck doe je nou? Sorry. Oh, dat scheelde heel weinig, anders was ik dood geweest. Hij ramt gewoon alles en iedereen die op zijn pad komt. Levensgevaarlijk. Het is ook nog super druk. En hij is dronken natuurlijk, of vermoedelijk. Ik mag schieten vanaf mijn motor, ik doe het niet. Nu nog niet. Maar als hij mij aan gaat rijden ofzo, dan ga ik wel dadelijk schieten. Kom, uitstappen. Zo. Ik ben aangehouden. Wat heb je daar? Wat heb je daar? Wat is dat? Oké. Nou, in ieder geval een holster om. Ik weet niet wat hij heeft. Op je knieën gaan zitten. Ik ben aangehouden. Oké. Taserbergen. God, can you move?
Zijn takenwagen voor dit ding. En een transportje voor deze beste meneer. Eén collega vraagt om een assistentie. Transportbusje is er zo te zien al. Dan gaan we ook niet langer hier al de boel ophouden. Dan gaan we meteen weer met vervolg. Maak in ieder geval de weg een beetje vrij. Dat hier door kan rijden rondom het Coolblue busje. Oh, die is flink beschadigd, zie ik nu pas. En, was dat net ook al toen ik er langs liep? Het valt me echt nu pas op. Hij is meegenomen. Transportbusje moet wat dichterbij komen. Doe ik even door middel van H. Poef, daar staat hij. Hoppa, meegenomen. En met vervolg. Krijg melding overlast, ik ga even die kant op. Neem aan gewoon prio 2 of 3. Ja, dat. Ik ga even mee hoor. Of mee bedoel ik, van de voetgangers hadden groen, voor de rest heeft dat niemand groen, dan kan ik net zo goed even snel doorrijden als toch niemand ging oversteken. Oh wacht, ja. Ik zag groen en vervolgens zag ik toen ik reed dat ik geen groen had. Mag dit nou eigenlijk in Nederland? In Amerika weet ik, als je wel eens die filmpjes kijkt, cops versus bikers en zo, dat soort filmpjes, dan zie je altijd dat ze of... dat ze soms ruzie krijgen omdat je er niet doorheen mag rijden. En andere staten mag het wel. Mag je in Nederland nou zo tussen de rijbanen doorrijden? Of mag dat alleen in files? En was dit een file of niet? Ik heb echt geen idee. En rechts inhalen mag natuurlijk niet. Maar ja, doe ik toch lekker. Auw. What the fuck? Het is dat ik God mode aan heb staan, wat ik nu uit ga zetten. Anders was ik gewoon van mijn motor afgevallen hoor. Ik heb dat standaard zeg maar aanstaan als ik mijn game opstart, staat... Jongens, staat vehicle God mode aan. En nu denk ik eraan, maar omdat ik door de lucht vloog. Hier is een feestje aan de gang. Ja, duidelijk. Wel lekker muziekje. Wie is de melder? Hoi, heeft u 112 gebeld voor geluidsoverlast? Hallo agent, ja, ze zijn nu een paar uur bezig. Genoeg is genoeg, hè. Ik ben het er mee eens. Is het altijd dit volume geweest? Ja, er waren een paar minuten dat even stil was, maar het is zeker een paar uur zo bezig zoals dit. Oké, ik ga even de bewoner aanspreken en ik zal ze vragen of het geluid stiller kan. Bedankt dat je het serieus neemt, agent. Ja, geen probleem hier. Het is wel heel hard inderdaad. Oh. Oh. Gaan ze aanhoren of ze het geluid zullen willen zetten. Tengnong, tengnong. Joejoe. Niemand doet open. Ik vind het altijd wel snel. Er stond meteen no one is here. Oftewel... niemand heeft het gehoord, dus je moet via achter gaan. Het is net zoals een film. Zullen ze aanbellen? Ding dong. Ja, niemand doet open. Laten we de deur intrappen, want het klopt niet. Snap je? Ik bedoel, kom op man. Jezus Christus, van een hard geluidje. Hey Franklin. Goedendag meneer. Yo dog, I'm Franklin. Dit is mijn huis. Wat is er aan de hand? Hey meneer Clinton, we krijgen klachten van geluidsoverlast en dat kan ik best wel begrijpen.
Wat is er niet te hard? Mensen kunnen nog steeds met elkaar praten. Ja, ondanks dat doe toch even het geluid omlaag. Oké, als het moet. Ja, eigenlijk wel. Beter? Ja. Kijk eens aan. Nou zeg, is dit goed genoeg voor mijn agent vriend? Ik zeg ja, eigenlijk wel. Dus 10-4, oftewel zijn status 1 meldkamer. Ga het gebied verlaten. Als je hier buiten loopt hoor je het al niet meer. Buurvrouw zou ons dankbaar zijn. Hoe kom ik hier nou uit? Ik ben erin gekomen, dan kom ik er ook uit. We gaan het gebied verlaten en weer met vervolg status 1. Dankjewel. Een collega vraagt om een assistentie. Vliegtuigcrash. Oh, dikke skills. Er is een vliegtuig neergestort hier in de stad. Let op, boom. Ergens zometeen. Brandweer en ambulance mag best deze kant op komen, meldkamer. Extra collega's komen deze kant op. Ik blijf vooral op afstand. Dat is TS. Hierin, hierin, hierin. Ah, jullie blijven daar staan, ook goed. Er komt nog een TS en een ambu. Goedendag, hoi, je ziet hopelijk waar het is. Ja, dankjewel. Nog een TS, oh. Het vuur is in ieder geval uit. Er moeten slachtoffers liggen, daar gaat de ambulance heen denk ik. En iedereen vertrekt weer. En alles is ook opgeruimd. Nou, dat ligt me niet. Vraag even via deze weg een ambulance. Komt dus een ambulance nog even deze kant op. Niet via het script van de vliegtuigcrash. Maar via de Bella IMS script. Zodat hij daadwerkelijk naar het slachtoffer komt kijken. Ze nemen het slachtoffer op zich. Ze gaan kijken of hij nog te redden valt. Nee, die is dood. Braven het ondernemer deze kant op laten komen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Hij is overleden door een explosie. Dat is de cause of death. Nou, foto's, foto's. Ik ga alvast vandoor. Even een beetje aan de kant duwen. Hoi, stop eens even. Hoi. Nou, dat hoeft ook weer niet, Wim. Voor mij een tijdskaartje.
Dankjewel. Ja, de reden dat ik even een kant zet, ik vind het helemaal goed gaan met je. Zijn er wat probleempjes of zo? Of dit is verlopen trouwens, later is dan doen. Wat ben je aan het doen? Ik moet zo wat frisse lucht hebben. Waar kom je vandaan? Ik kom van het ziekenhuis. Waar ga je heen? Dat wil je niet weten. Nou, eigenlijk wel. Ik vind het een beetje raar. Heb jij... weer drugs genomen of iets? Of alcohol? Of... hoor je nog in het ziekenhuis te zijn? Je mag even blazen. Of... drugstest afnemen. Nee, dit was alcohol. Even een drugstest. Ik weet verder niet of je nog in het ziekenhuis hoort te zijn. Maar ik ga toch even een ambulance laten komen om jou na te kijken. Want ik vertrouw niet helemaal. Je loopt raar, je hebt niks gebruikt, geen alcohol of drugs. Je kwam van het ziekenhuis, dus ik weet niet of jij nog in het ziekenhuis hoort te zijn. Of dat hij hem wel is. Hoi, ja, oké, ze gaan hem nakijken in de ambulance, dat gaat wat sneller en wat is wat meer privacy. Daar is wat meer privacy dan hier op straat. Yep. En wij nog eens hoor, naar een assistentie gevraagd. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required, Howard. Rijdt u alstublieft prio 1. Hier is een ongelukje gebeurd, ze vragen mijn assistentie. Goeiedag, met wie moet ik praten? Hey, wat is hier gebeurd? Hey collega, dank je voor het komen. Ik ben hier ook net, het lijkt erop dat hij aan is gereden en tot de verdachte is doorgereden. Oké, okay. Heb je signalement? De vrouw hier naast je weet misschien iets meer. Oké, okay, dankjewel voor de helder. Oké, okay, dank je. Goedemorgen mevrouw. Heeft u de ambulance gebeld? Ja, again, dat heb ik gedaan. Bedankt voor dat. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Chino heeft hem aangereden, die reed over de stoep. Heeft hem aangereden toen hij wilde oversteken. Oké, okay, heb je een nummerplaat gezien? Ja, ik heb alleen de laatste drie cijfers, dus 887. Oké, okay. Dank voor de hulp. Ik geef nog even een verklaring naar mijn collega hier en dan mag je daarna je weg vervolgen in principe. Geen probleem mevrouw, ze zegt dat is alles wat ik kan vertellen. Dat is verhoord. Nou, er zijn drie locaties waar we eventueel zo'n voertuig gaan aantreffen. We gaan gewoon iets meer wat drivers geloof ik wel in de buurt. Dus daar gaan we eerst eens heen. Als dat hem niet is, dan moeten we dus naar de andere locatie. Ah nee, andere collega's gaan naar de andere locaties. Wij gaan naar East Mill Drive. 1201. Zo, daar ben ik weer. Ja, de melding crashte toen ik naar het adres onderweg was. Dan ga je achteraf kijken, dus je toch alweer een half uur bezig bent. Dus die melding houden jullie anders wel een keertje van me te goed. Dat komt wel goed. Ik wil jullie nu bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke unmarked motor vonden. Een leuke aflevering daarmee. En natuurlijk een mooie unmarked motor moet ik zeggen. Gemaakt door Jesly van team Heumots. Of Heumots in het algemeen. Jesly teamlid van Heumots. In ieder geval. Nou, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Voor de rest hebben we niks te zeggen. Dus doei.